warming-up van vandaag is 3 rungs for quality van 10 air squats, 10 inchworms en 10 down-ups. Je mag de down-up natuurlijk ook springen. Zorg er bij de air squat voor dat je voeten op ongeveer schouderbreedte staan. Je trekt je schouders goed naar achteren zodat je borst op blijft. Knieën doe je naar buiten en probeert om een 90 graden te stappen. Begin bij de inchworm rechtop en loop vervolgens met je handen vooruit terwijl je benen gestrekt blijven. Zodra je voorin zit, loop met je handen weer terug terwijl je benen gestrekt blijven en eindigen met je lichaam helemaal rechtop. Bij de down-up begin je rechtop en zet je vervolgens je handen voor je neer. Je stapt naar achter tot plankpositie. Vervolgens stap je weer terug om rechtop te eindigen. Je mag natuurlijk ook springen. De workout van vandaag is een interval workout. 4 keer 2 minuten werken en 2 minuten rust. In de 2 minuten doe je zoveel mogelijk rondjes van 8 devil's presses, 6 single arm overhead squat met je rechterarm, 8 devil's presses en 6 single arm overhead squat met je linkerarm. Tel de rondjes en de overige reps die je maakt in de 2 minuten. Uiteindelijk heb je 4 scores. Bij de devil's presses begin je rechtop. Vervolgens maak je een burpee waar je borst tussen de flessen ligt. De borst moet bij elke herhaling de grond raken. Vervolgens spring je op of stap je op met je voeten richting de objecten. En pak je de flessen op en maak je een soort swing tussen je benen waar de vaart vanuit je heup komt. En eindig je met beide flessen boven je hoofd, met je armen gestrekt. Vervolgens laat je de flessen weer zakken en maak je je volgende herhaling. Zorg ervoor dat je gecontroleerd beweegt. Bij de single arm overhead squats is de fles in overhead positie. Dit is ook je beginpositie. Vervolgens is je borst mooi omhoog en dat probeer je ook zo te houden. Ook in je squat positie. Vervolgens zak je onder 90 graden met nog steeds de fles in overhead positie. Je borst is omhoog en je knieën duwen naar buiten. Vervolgens kom je weer gecontroleerd omhoog waar je helemaal rechtop staat met gestrekte heupen, knieën en enkels. Daarna maak je je volgende herhaling. Bij deze oefening is de focus heel erg belangrijk. Zoek een punt voor jezelf waar je naartoe blijft kijken, zodat je geconcentreerd blijft. De scaling voor de workout is down-ups in plaats van devil's presses en single-arm front-rack squats in plaats van single-arm overhead squats. Als de single-arm overhead squats nog een stapje te ver voor je is, omdat je niet mobiel genoeg bent of misschien een blessure hebt, in bijvoorbeeld je schouders, mag je ook kiezen voor de single-arm front-rack squats. Bij de single-arm front-rack squat zorg je ervoor dat je schouders naar achteren zijn, zodat je borst omhoog blijft. Vervolgens zak je onder 90 graden met het gewicht of de fles in front-rack positie. Je elleboog blijft omhoog wijzen. Zorg ervoor dat je gecontroleerd beweegt. Bij de down-up begin je rechtop en zet je vervolgens je handen voor je neer. Je stapt naar achter tot plankpositie. Vervolgens stap je weer terug om rechtop te eindigen. Je mag natuurlijk ook springen. De cooling down voor vandaag is 3 minuten belly breathing. Zorg ervoor dat je een comfortabel en rustig plekje vindt in huis, of zelfs buiten. Probeer goed te ademen naar je buik.